Je kent het wel, je hebt een drukke dag gehad op school en wil lekker thuis op de bank gaan chillaxen. Heerlijk. Totdat je vader, moeder, oom, broer, tante, Goku, Darth Vader en je hond allemaal tegelijkertijd spontaan beginnen te zeiken over je huiswerk. En daarom krijg jij vandaag de video 20 smoesjes om je huiswerk niet te maken. Het was heel zielig. Mijn broer was gisterjarig, maar we hadden geen versiering. Dus pakte ik mijn huiswerk en heb ik daar een paar slingers van gemaakt. Je zei in de afgelopen les, maak paragraaf 3.4. Je zei niet dat ik het mee moest nemen, oké? Okay? Ja, maakt mij niet uit. Ik krijg toch wel betaald. Ik werd gisteren ontvoerd door Dave Hoefik omdat hij dacht dat ik een tienermeisje was. En de politie heeft pas vanochtend losgeld betaald. Dus ik ben echt net vrijgekomen van die gek. Sorry man, de volgende keer maak ik echt het huiswerk. Wij hebben van het huiswerk. Kennis Everdeen het voor mij zou maken. Ze offerde zich op. As tribute, you know? Onder de douche kwam er gisteren zoveel shampoo in mijn ogen dat ik de hele avond niks meer kon zien. Ik wou mijn huiswerk maken, alleen mijn broer die gebruikte mijn huiswerk als fapdoekje. Wat denk je dat ik altijd met jullie huiswerk doe? Oh. De AIVD heeft mijn huiswerk in beslag genomen omdat ze denken dat het een verdacht object is. Dat is wel een beetje verdacht. Nou, dat vind ik dus ook! Mijn vader moest gisteren naar de wc en het wc-papier was op, dus had hij per ongeluk mijn huiswerk meegenomen in alle spoed. Gisteren in de klas heb ik mijn huiswerk hier gemaakt en ik deed het in mijn kontzak. Alleen een zakkenroller heeft hem eruit gestolen. Oh, is deze van jou? Ja, ik hoopte eigenlijk op de portemonnee, maar... Mijn hond heeft gisteren met een bril opgegeten, waardoor ik het huiswerk niet meer kon zien! Ja, ogen zijn volgens mij prima, je draagt helemaal geen bril. Ik wil ook hipster zijn, ja? Ja, ik kan je nog steeds zien daar hoor. Ja, daar ook. Ik moest gisteravond mijn moeder ophalen. Ze kon niet meer rechtop fietsen. Ze had veel te veel gezopen. Ze heeft een alcoholprobleem. Dat is niet leuk, oké? Ze heeft een alcoholprobleem. Ik heb het huiswerk niet gemaakt omdat ik je werk wou besparen. Dan kan je genieten van je weekend. Hoef je niks te doen. Wees me dankbaar, lul. Ja, je hebt gelijk ook. Sorry. Je hoeft nooit mijn huiswerk te maken. Ja, man, ik doe niet aan papier. Dat is een teken van bomenmishandeling. Dat is mishandeling. Kut, joh. Huiswerk? Jongen toch. Ik ben koning Woelie Woelie. Ik heb onderdanen die voor mij werken. Hoe kan ik mijn huiswerk maken als ik de antwoorden niet weet? En jij bent de leraar, jij hoort ze mij te geven. Geef me dan de antwoorden. Gisteren had ik alles gedaan. Alleen voordat ik het kon opslaan, crashte mijn werkboek. Oh, moest ik alles opnieuw opstarten. Oh man, ik heb nog geen tijd gehad voor mijn huiswerk. Het spijt me. Ik was gisteren aan het wachten op de crackdealer. Alleen die is opgepakt door de politie. Nu heb ik geen crack meer. Maar dat is ook mijn crackdealer. Oh wauw, mijn leraar aan de crack? Ik vond je altijd meer een heroïne-type. Alleen op zondagen. Mijn Pikachu was gisteren ziek, dus zat het hele huis gisteren zonder stroom. Ach, ik had een soortgelijk probleem. Mijn Squirtle was overleden, dus ik kon niet douchen vanmorgen. Laat me raden, Bardo. Je hebt je muziekhuiswerk niet gemaakt omdat je doof bent? Nee, ik heb het hier. Maar daar staat helemaal niks op. Ik zeg niet dat ik het heb gemaakt. Yo, wat gasten, vond je deze video nou leuk? Geef dan vooral een blauw duimpje hier beneden. En mocht je mij nog niet kennen, ik ben Bardo Ellens. Ik upload wekelijks een video voor jullie op YouTube. En die wil je niet missen. Klik hier beneden op abonneren en ontvang je elke week een video van mij voor jullie. En deze week geef ik ook iets weg, namelijk boom! 1001 smoesjes, het boek wat ik heb geschreven over smoesjes. Wil je deze nou winnen? Je kan hem nu gratis krijgen. Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook dan deze video en mention mij erin. En Bardo Ellens, alle linkjes staan in de beschrijving. En dan win jij misschien wel dit boek. De winnaar van vorige week is geworden Freek. Boom, want Freek, ja, Freek Willem. Snap je? Het is de naam, Freek Willem. Daardoor koos ik hem als winnaar. Zo simpel kan het dus zijn om een boek te winnen. Dus wil je hem winnen? Twitter, Instagram, Snapchat of Facebook dan deze video. En dan ben ik er volgende week weer. Latertje. Oh ja, en trouwens, de smoesjes is natuurlijk een serie. Je kan hier naast mij klikken voor meer van dat soort video's. En anders, mocht je nog meer smoesjes willen, dan kan je het boek bestellen in de beschrijving. Daar staat een linkje. En anders, veel klikplezier. Later.